We zijn nu bij het prachtige complex van Abdij Rolduc. En dit gaat een van de wijnhubs worden van de Wijnstraten, die we samen met een aantal partners in Belgisch-Limburg, in Vlaams-Brabant in België en Visserseil-Limburg samen gaan ontwikkelen. Sinds 1106 is Rolduc verbonden aan de wijncultuur, toen nog als Abdij Kloosterade. Achter het huidige klooster worden nog steeds druiven verbouwd voor een wijn uit eigen huis. Het maakt de Rolduc een ideaal startpunt voor de ambitieuze nieuwe wijnstraat tussen Nederlands Limburg en Vlaanderen. Omdat ze hier een wijngaard achter hebben liggen en ook wijn vanuit het verleden ook in, het, in de geschiedenis van Rolduc is. Die is pas een vat. Je ziet ook dat hier nog wat troebel is. Dat zijn giscelletjes die rondzweven. De Limburgse wijnen doen het erg goed de laatste decennia. Dat heeft te maken met kennis, met technische innovatie, maar vooral ook met klimaatverandering. Door de hogere temperaturen groeien de druiven goed. Er wordt nu momenteel gezegd dat wij in hetzelfde klimaat leven als in de jaren 70 of 80 in de Bourgogne. Dat is hier 500 kilometer vandaan. Dus je ziet dat het klimaat al 500 kilometer is opgeschoven. En dan merk je dus ook, want er zijn hier steeds meer collega's ook in de buurt die wat bijvoorbeeld bepaalde soorten proberen aan te planten, wat bijvoorbeeld dat soort gebieden komen. Er zijn hier een aantal Limburgse wijnboeren die Chardonnay hebben staan, Pinot Noir hebben staan. Dus daarom zie je dat schuift helemaal op. En dat geldt ook voor de collega's in Vlaanderen. En die vier wijngebieden van Hagerland. Haspergauw, de Belgisch-Nederlandse Maasvallei en Mergeland-Zuid-Limburg worden nu aan elkaar gelust. Vier wijngebieden in de Belgische kant en de Nederlandse kant gaan we met elkaar verbinden met een fietsroute. Daar komen we op historische locaties met monumentale panden komen een aantal wijnhubs, dus die wijnbelevingscentrum zoals hier ook gaat gebeuren. En dat wordt een beetje het verhaal van de meest noordelijke wijnstraten. Van Europa? Ja, uh... yes, okay, uh, nice. uh, dat oh, right, yes. oh, really? mm -hmm. um, uh, is waar. Mijn man houdt van wijn. Ik van deze wijn. Rolduc. En en is zeker. De perfect timing. Oh, echt? Het is voor een nieuw project, een Europese project, dat de Rijnstraat Street. De voorzitter van het Europese parlement krijgt in hoogste eigen persoon een huiswijn van Rolduc om het project op de kaart te zetten. het nou, is een project van 3 miljoen, waarvan 50% wordt gefinancierd door Europa. En uh, de andere gelden worden door de partners ingelegd. Well, first of all regional funds have been used or dedicated especially to help uh, local communities, local initiatives, uh, whether to do with the environment, with agriculture, with local products, protection. of what makes us diverse each and every part of europe has something that connects it either with food or or with a specific drink or with specific traditions anything and the european union is proud of that when we say united in diversity that is precisely what we mean and when we look at how funds can be best utilized we have recognized for a long time that if you touch the very heart of communities and you touch the very reason why people love to be where they're from then you can really show that europe is tangible positief De wijncultuur in Limburg is stevig geworteld. Want net als in Rolduc gaan deze wijnranken in Waterval bij Meersen. meer dan duizend jaar terug in de tijd. Jules Nijs zag een document van de Frankse koningin Gerberga. Dus daarom weten we dat er toen al wijnbouw was. En dat is eigenlijk. er zijn monniken uit Rijms hier naartoe gekomen. Die zijn die wijngaarden gaan exporteren. die hebben dat onafgebroken gedaan tot, tot 1800. En toen is de Franse tijd er een eind aan gekomen. En juist die verhalen worden straks gebundeld in de nieuwe Wijnstraat tussen Kerkraden en Leuven. It's an initiative near the heart of the president of the European Parliament. You know, sometimes we talk, and, and, and this is also a responsibility of us as political representatives. We sometimes talk only about the European Union when something is not going well, or when something could be done better. But here is a real, tangible example of where Europe matters. And if funds can go to help a local product survive, be created, to really showcase what we're best at, then of course we need to work harder at that. Nou, zoals de plannen, zover ik ze nu ken, zou eigenlijk het, het gebouwtje hier aan deze kant, wat met uitzicht op de, op de wijngaard, omgetoverd worden tot het Wijn Experience Center, het wijnbelevingscentrum. Dus echt dat je met uitkijk op, uh, op de wijngaard uh, wijn, het wijngebied kan ontdekken, wijnen kunt gaan proeven. Waarschijnlijk uh, ook nog een wijnrestaurant erbij of in ieder geval een proefcentrum. Dus zo heb je met het zicht op de wijngaard de kans om de wijn te ontdekken. Het project wordt de komende drie jaar uitgerold met een nadrukkelijke uitnodiging naar alle wijnproducenten in de regio om mee te doen. Onderzoek moet uitwijzen of de regio, net als de Dordogne of Bordeaux, een eigen regio moet gaan voeren. En wellicht komt daar een suggestie van kerkradenaar Thijs Wultgens van pas. Hij had het ooit over de Euregio als Charlemagne. Dat zou heel mooi staan op een fles. Wie weet, we nemen het mee in het onderzoek en uh, we zullen zien wat de uitkomst is.